Ik begin met een plaatje van het nieuwe instituut, voor wie het niet kent. Voorheen het architectuurinstituut en sinds 2013 het nieuwe instituut. Een soort samenspel van Premsela en een andere organisatie voor digitale cultuur. En ik ga het hebben over architecten bij ons in de database die in 49 zijn gestorven en die dus nu rechtenvrij zijn geworden. Hier een klein blikje van het archief, een van de depots. Dat nieuwe instituut verzamelt architectuurarchieven. We hebben meer dan 100 archieven die we rekenen tot het domein van de architectonische cultuur. Dus dat zijn heel veel architecten, een enkele school, een enkele beroepsorganisatie. Daar moet u aan denken. Het grootste architectuurarchief ter wereld, meer dan 4 miljoen items. We hebben net 11 miljoen gekregen om extra te restaureren en te digitaliseren. En ik heb natuurlijk gewoon uit onze database 41 personen kunnen halen die, zoals wij het hebben geregistreerd, in 49 zijn gestorven. En als je die lijst van 41 personen doorkijkt, dan zie je dat er een handjevol daadwerkelijk bij ons in de collectie zit. En van 5 archieven, daar ga ik iets over vertellen. En ik begin met Jozef Kuipers. En ik heb eigenlijk 2 redenen. Eerst omdat ik een heel aantal jaren geleden eens een keer een boek heb geredigeerd over Pierre Kuipers. Zijn beroemde vader, architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. En hij is er een van een aantal generaties architecten. Dit was de zoon. En voor een lezing die ik een aantal jaren geleden in mijn geboortedorp Bargecompascum hield, heb ik wat van Jozef Kuipers op een rij gezet, omdat hij toevallig ook de kerk in dat dorp heeft ontworpen. Dus vandaar dat ik dit toevallig weet, want eigenlijk van al die 800 archieven bij ons in de collectie weet je ook als conservator natuurlijk niet alles. Maar dit weet ik gelukkig. Misschien kent u hem van deze kathedraal in Haarlem. Maar nu ga ik het over deze kerk hebben in Bargecompascum. Want eigenlijk wil ik het niet alleen over toevallig deze 5 architecten hebben, maar ik wil het ook een beetje hebben over erfgoed, over verzamelen, over andere instellingen, personen die verzamelen en natuurlijk over die missie van het nieuwe instituut. Wij verzamelen het architectuurproces. Het ontwerpproces vanaf de eerste schets tot en met die werktekeningen. En als je goed graaft ook bij die verzamelaars, dan komen er natuurlijk maquettes boven water of foto's, correspondentie. Dus niet alleen de tekening, maar een heleboel randmateriaal. Zodat onderzoekers, architecten, restauratoren bij ons in het archief kunnen duiken. We hebben een grote studiezaal waar dit materiaal een heel aantal dagen in de week beschikbaar is. Dus ik laat gewoon een aantal schetsen zien. Ik ga er ook gewoon doorheen. Hier zie je een vroeg ontwerp, 1923. En dat is echt in een veendorp, een gehucht, wat Bargecompascum is, is het nog steeds het gebouw. Je hebt er een brug en voordat je het weet ben je er alweer doorheen. Toen ik een lezing hield in dat dorp zelf, in die kerk, want ik was daar uitgenodigd door een historisch genootschap, bleek dat ze zelf ook heel veel archiefmateriaal hebben. En dat is eigenlijk een hele gebruikelijke praktijk, dat bij die opdrachtgever materiaal achterblijft. Dat hebben ze nodig voor restauraties, voor renovaties, waar dan ook voor. Dus dit lag daar in die kerk en ze hebben een hele actieve historische gemeenschap daar en die bestudeerde dat voluit. Ze hadden ook een prachtige perspectieftekening. Dan zie je ook dat dit het eerste ontwerp is voor die kerk. Er zijn later nog veel meer varianten opgekomen. Zij bewaren prachtige foto's van de bouw van die kerk. Dus die pastoor staat natuurlijk centraal op de foto. Je ziet al die bouwvakkers. Ook zulke foto's hebben wij zelf in het archief, maar hier heb ik ze toevallig gefotografeerd omdat ze daar liggen. Als je een beetje nauwkeurig kijkt, dan zie je dat veen rondom die bouwplaats opgetast. Dat moest natuurlijk allemaal worden uitgegraven om daar een stabiele ondergrond voor te krijgen. En hier zie je het eerste ontwerp zoals dit uitgevoerd. Het was niet zo heel veel geld om een hele grote toren te bouwen. Dus men heeft hem laag gehouden in eerste instantie.
Wij hebben in onze collectie ook allerlei schetsen van interieuronderdelen van die kerk. Zoals dit hoofdaltaar. En het bijzondere bij de totstandkoming van deze kerk, en dat maakt de architectuurgeschiedenis interessant, is dat, ook al is dat een hele arme gemeenschap, was het een hele arme gemeenschap, het is nog steeds eigenlijk een, nou ja, een heel een gebied in Nederland waar, als je het hebt over armoede of slechte gezondheidscijfers, zulke dingen, eigenlijk altijd heel veel lijstjes aanvoert. Maar het bijzondere bij de totstandkoming van deze kerk is dat die parochianen zelf een aantal onderdelen in die kerk hebben geschonken. Dus juist in die situatie, ik bedoel, als je het in een rijkere gemeenschap had, was het vanzelfsprekend, maar hier heeft men dat gedaan. Maar ik vond ook in het archief van mijn vader, die misschien nog wel meer een archieffan is dan ik zelf, vond ik allerlei foto's die te maken hebben met die hele hechte parochie daar in dat gebied. En dan zie je dat voor iedere leeftijdsfase zijn er activiteiten, hoor je bij zo'n religieuze club in die tijd. Dus ik laat een paar foto's zien van natuurlijk misdienaarsreizen of van allerlei andere activiteiten waar mijn vader dan ook bij opstaat. Om te laten zien dat archieven op verschillende plekken worden verzameld. Dat is natuurlijk bijna open deur als je het hebt over analoog materiaal, maar met tegenwoordig met digitale archieven van architectenbureaus, maar natuurlijk ook van andere organisaties, is dit een, ik zou zeggen, bijna het grote onderwerp bij ons in het instituut met hoe wij in de toekomst gaan verzamelen. Ga je alles overhevelen naar een instituut, of hou je als architectenbureau gewoon een kopie van al het materiaal wat je overdraagt? Hoe gaan we daarmee om in de toekomst? We hebben nu een e-conservator, we zijn met heel veel andere verzamelinstituten bezig om dat te bespreken. Daar is nu natuurlijk nog niet één antwoord op, maar ik merk wel bijvoorbeeld bij de schenking van een archief van MVADV, hè, van de Markthal in Rotterdam, dat die hele acquisitie veel uitgebreider, veel intensiever plaatsvindt en je houdt veel meer contact met die schenkers dan we eigenlijk daarvoor zouden hebben gedaan. Dan heb je een proces van een paar jaar en dan wordt het overgedragen. Je hebt nog wel eens contact, maar dat is niet meer intensief. En dat is nu eigenlijk structureel veranderd. Dit zijn al wat kleine items. Dan ga ik naar de tweede naam die ik tegenkwam. Dat was een zekere Gerber. En het bijzondere is, deze hebben we niet in de collectie, maar ik zou graag zijn archief hebben gehad. Dus daarom noem ik hem hier. Want dat is natuurlijk het grote, het fantastische van Delver. Je hoeft maar één avond op internet op Delver te zoeken en je weet eigenlijk alles van deze man. Er is geen monografie over hem. Hele interessante directeur van gemeentewerken in Bussum. Heeft in de koloniën gewerkt. Heeft de wederopbouw van Walcheren gedaan. Die is een aantal decennia heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Nederlandse architectuur. Niet alleen in Nederland, maar ook in de koloniën. Hij is niet in onze archief, omdat hij altijd in overheidsdienst was. Dus dan beland je ergens anders. Dat is ook altijd een hele heldere scheiding. Dat geldt eigenlijk voor alle architecten. We merken nu wel dat de scheiding die er was bij de landschapsarchitecten, hè, wij verzamelen architecten, stedenbouwers, maar landschapsarchitecten is op dit moment, daar gaan we dit jaar ook een adviesrapport over uitbrengen naar de minister. Bij landschapsarchitecten ligt dat, is dat diffuser. Is er niet echt meer, is er niet één vaste bewaarplek waar je als landschapsarchitect je materiaal zou kunnen doneren. Hoogleraren van Wageningen kunnen het wel daar doneren, maar verder niet. Dus het wordt nu eigenlijk uitgezocht wat we met landschapsarchitecten gaan doen. Als je het hebt over identiteit van Nederland in de Nederlandse architectuur van de 20e eeuw, dan hoort het architectenbureau Brinkman en Van der Vlucht daar natuurlijk bij. Zij staan bovenaan de lijst als je het hebt over moderniteit, vooruitgang, nieuwe materialen, nieuwe technieken. En we kennen natuurlijk de Van Nellefabriek als bij uitstek
het ontwerp van dit bureau dat alle lijstjes aanvoert, een UNESCO-monument. En omdat ik denk dat u het ook allemaal kent, laat ik een ander ontwerp zien. En dat is de Maashaven Silo in Rotterdam. Een gebouw van beton, heel sober vormgegeven, maar eigenlijk 100% uiterst functioneel. Daar gaat dit ontwerp over. Dat graan komt erin, dat kun je op die rechte doorsnede zien. En dat is, dat volgt eigenlijk het hele ontwerp, volgt die route van dat graan. Zoals Ford met zijn autofabriek, dat heeft uitgestippeld hoe dat moet die, met die auto's aan de lopende band moet. Heeft Jan Brinkman dat gedaan voor de Maashaven Silo. Het staat er nog steeds, is verbouwd. Prachtig project. Dus Jan Brinkman is... de derde in de rij, op 6 mei 1949 overleden. Van der Vlucht, met wie hij het bureau deelde, nam het over. En dit bureau is ook verantwoordelijk voor Huis Zonneveld, pal naast het nieuwe instituut, een museumwoning. Zo zag de silo van zijn vader nog uit, zeg ongeveer 15 jaar daarvoor. Dan zie je echt nog iets nadrukkelijks vormgegeven. Het zou een kantoorgebouw kunnen zijn uit die tijd. Of je ziet links, het zou iets van een watertoren kunnen zijn. Maar Jan Brinkman verandert die architectuur, althans de buitenkant van het gebouw, ook radicaal. Die laat het heel functioneel. Het gaat natuurlijk allemaal over nieuwe materialen. En een ander project van Jan Brinkman is gemeentelijke woningbouw. He, met alle verhalen die we iedere dag lezen in de krant en op tv over hoe moet het verder met onze woningbouw. Hebben we betaalbare huisvesting, gemeentelijke woningbouw? Een hele andere architect. De vierde in mijn lijstje is een architect die in Nederlands-Indië geboren is. En die daar ook heel lang heeft gewerkt. En de archieven bij ons in de verzameling die uit Nederlands-Indië komen, zijn eigenlijk heel sumier. We weten dat mensen of heel snel hun boeltje moesten pakken en dan helemaal niet veel meenamen. Maar sowieso, als ze daar enkele tientallen jaren hadden gewerkt, namen ze niet veel archiefmateriaal, tekeningen mee terug naar Nederland. Dus als ik nu kijk naar de afgelopen 50 jaar sinds we dit zeg maar heel bewust verzamelen, hebben we plukjes archiefmateriaal uit Nederlands-Indië. En ik denk van nou, ongeveer 30, 40 architecten. Terwijl we weten dat er veel meer zijn geweest. Maar het materiaal is heel sumier. Het ligt ook wel op andere plekken, maar echt architectuur, dat verzamelen hier bij het nieuwe instituut. Dus iedere keer als er zich iets aandient, zitten we er ook bovenop. Onderhouden wij een netwerk met mensen die daar onderzoek doen. Pauline van Roosmalen is er één, maar Cor Paschier in Den Bosch is een ander, die daar ook vaak naar terugkeren naar Indonesië. Die daar onderzoek over doen, die spreken met nazaten van deze architecten. En dan zeggen van, heeft u materiaal, dan kunt u dat doneren aan het nieuwe instituut. Dit is één pand van hem. En gek genoeg hebben we hier niet veel materiaal van. Een woning voor een hele grote krantenmagnaat, Beretti. Het is nu een hotel. En dit heeft Wolf Schoenmaker gebouwd in Bandung. Hij heeft vooral in Bandung gewerkt. Maar wat hij ook heeft gedaan, hij heeft zich geroerd in die discussie over hoe Nederlands of hoe inheems moet die architectuur eruit zien. Dus vanwege die polemiek is het een interessante architect. Er is een tijdje geleden een mooie monografie over geschreven die ook in het Indonesisch is vertaald. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij dit gedeelde erfgoed. Ik laat wat blauwdrukken zien. Ze zijn, dat zegt ook iets eigenlijk over hoe schraal die archieven zijn. Dit zit toevallig in een ander archief. Want het archief van Wolf Schoenmaker zelf hebben we niet. Het zit in het archief van Van Ooyen, die daar ook heeft gewerkt. Die af en toe met hem heeft samengewerkt. En vandaar dat dit is bewaard gebleven, deze blauwdrukken. Je hoopt natuurlijk dat je een archief hebt met prachtige schetsen van zo'n woning als net ik net liet zien. Of perspectieven zoals we wel van die kerk in Drenthe hebben, maar niet van deze.
We hebben wel wat ander schetsmateriaal. Hij heeft natuurlijk niet alleen deze megaprojecten gedaan, maar ook wel wat woningen voor personeel of voor ambtenaren. Wat wij zelf in het nieuwe instituut op dit moment doen, is natuurlijk waar ieder museum op dit moment bezig mee is, is het thema inclusiviteit. Hoe probeer je in je personeel, in je thema's, voor je publiek, dat onderwerp van inclusiviteit aan te zwengelen. Maar als je het hebt over de koloniën, proberen we ook daarvoor nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Dus we hebben een reeks in ons instituut, dat heet Dwars door het archief. En daarin heb ik materiaal van de koloniën laten zien. En wat ik dan ook laat zien is deze foto uit het archief van Berlage. Velen van u zullen weten dat Berlage de grote architect is in 23 daar geweest. En in zijn archief zit deze foto. En onlangs was er bij ons een hele, nou ja, ik noem het activistische club uit een aantal landen die eigenlijk bij ons langskwam in het nieuwe instituut om over dit onderwerp te praten. En ik liet ze deze foto's zien. Ik had er toen nog helemaal geen titel voor, dus daar kregen we een heel gesprek over. Omdat ik eigenlijk van deze foto ook helemaal geen informatie heb. Maar zij vertelde dat dit eigenlijk een foto is die past in een traditie van inheemse vrouwen fotograferen. Het is trouwens een reproductie van een foto, dus we weten niet eens wanneer die is gemaakt en hoe die in dat archief is gekomen. Maar het is wel een foto die, als je het hebt over nieuwe perspectieven bij die koloniën, die ik mee wil nemen om hier ook meer over te ontdekken. De volgende architect, dat is de laatste die ik wil behandelen, is Van der Meij. Die we allemaal kennen van het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Dat wordt gezien als het eerste ontwerp in de stijl van de Amsterdamse school. Hij was verantwoordelijk voor de vormgeving, zal ik maar zeggen. Hè? De gevelbekleding, de ornamenten. Alles wat je hier op deze twee... Op deze twee tekeningen ziet is ontwerp van Van der Meij. Van der Meij is in 1949 gestorven. Maar eigenlijk zou ik het toch niet over hem willen hebben. Want er zijn nu een aantal onderzoeken en publicaties waarin veel meer wordt benadrukt wat die rol van die zogenaamde tweede architect is. In dit geval de gebroeders van Gent, die rond 1900 het grootste architectenbureau in Amsterdam waren. En die heel veel nieuwe kantoren, nieuwe warenhuizen, nieuwe ziekenhuizen, die grote nieuwe typologieën hebben ontworpen. Zij waren verantwoordelijk voor de constructie. Er kwam nog wel een constructeur bij, maar zij maakten een soort eerste ontwerp daarvoor. Zij waren verantwoordelijk voor de plattegrond, de materiaalkeuze, allemaal voor die gebroeders van Gent. En onlangs is Sieger Vreeling in Groningen gepromoveerd op een boek dat heet Geen Stijl. En dat zegt eigenlijk precies in de titel waar het over gaat. Het gaat niet over hier die gevelbekleding van Van der Meij. Het gaat juist over die ontwikkeling van de plattegrond, ontwikkeling van de installaties, klimaatinstallaties. Natuurlijk brandwerende eisen kwamen op, verlichting in een pand. En er is nu iemand, ik dacht op de UvA, die gaat promoveren op de gebroeders van Gent. En ik hoop eigenlijk ook een beetje in navolging van de hoogleraar Auke van der Woud, bij wie ik zelf een heel aantal jaren geleden gepromoveerd ben, dat hiermee architectuurgeschiedenis ook een beetje meer verbreedt. Dat je architectuurgeschiedenis weg moet trekken uit die richting van de kunstgeschiedenis, maar moet verbreden richting plattegronden, klimaatinstallaties. En dat je daarmee ook andere architecten naar voren kunt halen. Ik vind een prachtig voorbeeld bijvoorbeeld die gebroeders van Nieuwkerken, die als je kijkt naar hun gevels, je denkt, dat ziet er toch wel heel erg behouden uit allemaal. Maar als je bijvoorbeeld in hun ontwerpen voor ziekenhuizen gaat kijken, je kijkt naar de operatiekamers, je kijkt naar de plattegronden van die ziekenhuiskamers, dan zie je hoe vernieuwend
die architecten de Van Nieuwkerkens waren. Dus het kan ook heel misleidend zijn wat je aan die buitengevel ziet. Ook in een voorbeeld als dit van het scheepvaarthuis. Kijk, dit willen we natuurlijk ook allemaal graag zien. En als je nu een rondleiding in dat hotel krijgt, dan ben ik ervan overtuigd dat dit natuurlijk ook met veel elan naar voren wordt gebracht. En het is ook allemaal prachtig om te zien, hè? Geen misverstand daarover. Maar dit is maar één kant van het verhaal. Dus ik laat gewoon een paar ontwerpen zien die we in het grote archief van Van der Meij, wat we nog maar heel recent eigenlijk hebben verworven, hebben. Maar we hebben dus ook materiaal in het archief van die gebroeders van Gent. En juist bij dit gebouw kun je de samenkomst van die twee componenten in de architectuur heel goed laten zien. Hier zie je een paar interieurs en dan zie je dat uit de kleinere kantoorpanden die daarvoor werden ontworpen, zie je echt nog hokjes, kamertjes voor die klerken in de kantoren. En hier, wanneer zich echt een enorme schaalvergroting aandient, zie je die kantoortuin zich ontwikkelen. Ook weer een prachtig voorbeeld. Natuurlijk is Van der Meij er ook bij om dit interieur aan te kleden. Dus dat ontwerp voor die open haard in de directiekamer zal Van der Meij ook zeker bij betrokken geweest zijn. En hier zie je de plattegronden van gebroeders van Gent. En dan zie je ook door de constructie maakt het allemaal mogelijk dat je allerlei tussenwanden kunt verplaatsen. En als de opdrachtgevers, in dit geval ging het om 6 reders die in 1 groot kantoorpand kwamen te zitten. Als die hun kantoorpraktijk wilden veranderen, dat het ook mogelijk was. Een foto van de aftekening van de installaties. Wel door een apart afzonderlijk bedrijf, zoals in dit geval Huygen, ontworpen. Toen heel toonaangevend. Maar dan zijn die gebroeders van Gent aanzet en die coördineren het overleg met Huygen, het bedrijf wat die installaties doet. Nou, dit waren eigenlijk mijn 5 architecten. Gestorven in 1949, die ik wilde laten zien uit die collectie van het Nieuwe Instituut. Voor mij is het belangrijk om hier mee te doen aan zo'n dag als deze. Dat we dit toch hopelijk ieder jaar nu gaan herhalen binnen ons eigen instituut. Om ons eigen publiek in de studiezaal, maar natuurlijk ook online, te laten weten welke architecten, welke archieven gewoon vanaf 1 januari beschikbaar zijn, rechtenvrij zijn, om dat echt heel nadrukkelijk aan te geven. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Je merkt pas bij een fotobestelling of iets, van hoe dat zit met de rechten waar je mee te maken hebt. Maar anders zou je dat niet weten en eigenlijk zou ik er wel veel meer aandacht aan willen begeven. Dank u wel.